Zoals jullie weten zijn we met de grote verbouwing bezig op de eerste verdieping. Een belangrijk deel hiervan is het ontwikkelen van paviljoens. Maar ook zijn we bezig met het ontwikkelen van nieuwe stands. De achtergrond van de nieuwe opzet is eigenlijk dat we goed hebben gekeken naar de huidige stands, het huidige model. We zijn er ook met jullie in gesprek over gegaan. En er zijn een aantal ontwikkelingen die bijgedragen hebben aan het nieuwe concept. Ten eerste zijn de stands eigenlijk gebouwd om bemand te zijn. We kunnen natuurlijk niet voor jullie vragen dat de stand permanent bemand is. Maar daarmee heb je ook het risico dat je interessante delegaties kan missen. Ten tweede, nu we zelf wat meer de hand nemen in het uitleggen van belangrijke tuinbouwconcepten aan de bezoekers, zijn we eigenlijk op zoek naar iets meer uniformiteit tussen de stands. En is de vraag aan jullie eigenlijk, hoe onderscheid je je nu in plaats van wat lever je? Waar ben je trots op? Waarom zouden mensen met jullie business moeten doen? En de verdiepingsslag, dat gaat via een bezoekersapp. De bezoekersapp die wij aan het ontwikkelen zijn, is eigenlijk gestolen van het museumconcept. Veel van jullie zijn waarschijnlijk wel eens in het museum geweest en dan zie je een mooie schilderij. En dan hangt daar een nummertje naast voor QR-code. En op het moment dat je dat tegenwoordig in je telefoon invoert, dan krijg je een achtergrondverhaal. Hetzelfde idee hebben we eigenlijk voor de stands. Dus je trekt de mensen aan door middel van een interessante uiting. Op het moment dat ze je interessant vinden, word je gescand. En wanneer je gescand hebt, komen ze eigenlijk in de bezoekersapp, waar alle bezoekers zich voor hun bezoek registreren, komen ze in jullie pagina, in de taal die hij spreekt. Ook op het moment dat hij contact opneemt, zal dat zijn met de contactpersoon in jullie bedrijf voor die regio. Binnen de pagina kun je wat meer van je producten laten zien. Je kan video's laten zien, zoals gezegd in de verschillende talen. En dat kan heel makkelijk in die pagina's, want die kunnen jullie vanuit kantoor updaten. Het laatste voordeel is natuurlijk dat wij ook direct zien hoe vaak word je nu gescand, door wie word je gescand en hoe kun je elkaar met in contact brengen. Dus met de introductie van de nieuwe stands en de bezoekersapp vergemakkelen we het contact tussen de bezoekers en de bedrijven. Daarmee tackelen we gelijk ook een aantal uitdagingen van de huidige stands. Ze hoeven niet meer bemand te zijn. Het risico op het missen van delegaties is er niet meer. En het is een veel interactievere manier voor jullie om constant de laatste updates te geven op je stand en je op een unieke manier te uiten richting de bezoekers toe. Dit betekent overigens niet dat de huidige stands beneden direct worden uitgefaseerd. Deze blijven bestaan en houden ook een belangrijke functie. En wij zullen zelf ook de stands optimaal faciliteren en gebruiken in de rondleidingen. Naar de lange termijn toe geloven wij sterk in het nieuwe concept dat we hier op de eerste verdieping aan het uitrollen zijn. Er is veel interesse, maar er is zeker ook nog beschikbaarheid. Dus wees ervan bewust dat we op dit moment zeg maar, de nieuwe stands aan het verhuren zijn. Heb je interesse in zo'n nieuw soort stand? Neem dan contact met mij op.